3 minutes. One minute. It's outside. Ladies and gentlemen, Challenger Zealand 2014, men's doubles final, best of three sets with no ed scoring system. And the final set match tiebreak at one set all to decide the match. Sels and Van den Hoornen to the right of the chair won the toss and chose to receive. Time.
Who sits? He'll slow to mount to serve. Ready? Play. Down 15. If you know. That's your. Or 2:30. Gemma, Arenza Lotzman. Who's game? Sales to some. Hot, low 15. T15.
Part 4215. Signing point, receiver's choice. Els van den Hoorn. One game on. Arends tussen. Tila. Otila. Game, Arends Lotsma. Lead by 2-1. And then Hoorn to see. Law 15.
off. Fifteen all. Let. Hot. Hey, please. Let's see, let's see. Oh, 250. That's Gemma, Selse, van den Honne. Two games. White. La 15. Love the team. Oh.
15, that's it. Odd 15, 40. Out game, Selse Vandenholm. Lead by 3 games to 2. He called a physio. Trainer has been called to the court. I'm physio, I'm Sven. It's going to be okay though. No problem. Hi. Now 15.
loved it. Loved. Left 10 foot. T40. Deuce. Siding point receiver's choice. And slow smoke. Whoa! Three games on. Tila. Go. Yeah, but you have to stop it. Wait, please. Arendse Lausman, he by 4 games to 3.
let office. Eftila. Out. Eftila. T15. See if that's... Game. Selsa van den Hoek. 4 games on. Eftila. 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 Eftila.
game. Arantxa Lotz. They lead 5-4. Law 15. Law 30. I didn't hear it. Maybe you're right. I said maybe. Let's see, 40. Game up, first sets. Arantxa Lotz. 6-4.
Time. Second set. Out. Love 50. Loved it. Out. 15-30. Until. See that. Let for serve. Game are in slots. Ball change. First game, second set.
Att Hiftinland. Tilla. Wait, please. Oh, Tila. Gemma. Sells van den Honne. One game on. Tina. If Tino. Let her first. T15. Or 250. Gemma, Arend Slotsma.
thereby 2-1. Dankjewel. Nee, dat is de oude. Dankjewel. Oh, mijn oude. Hoeft niet. Ach, wat? Now 15. Tainted. Antio. News. Signing point receiver's choice. Slow. Yeah. Lead by 3-1. Thank you.
Lao 15. Game, Aaron Slotsman. Lead by 4-1. Revelation will abuse winning this assist.
15th. Slots my lead by 4 games or 2. T15. So lots in 5 games or 2. Thank you.
Fine. Love 15. Love 13. Arts game, set a match, Arendse Lotsman. This is to love, 6-4, 6-2. Goed, beste mensen. Jullie hebben kunnen kijken, misschien dat jullie het niet helemaal door hadden, maar jullie moeten het er wel aan af hebben gezien. Naar de internationale 15.000 Future Heren Finale Challenger Zeeland 2014. Maakt natuurlijk een grote fout, drie kleur Challenger Zeeland 2014. En we hebben vanochtend al kunnen genieten van Thiago Monteiro tegen Yannick Mertens, de tweede tegen de zevende geplaatste. Waar Thiago Monteiro en als de Braziliaan gewonnen heeft en morgen in de finale zal staan. We weten nog niet of dat om 12 of om 2 uur zal zijn, maar zullen we je zo vroeg mogelijk laten weten, uiteraard. Goed, voordat we verder gaan naar de officiële prijsuitreiking, die hier natuurlijk erg belangrijk is, kunnen jullie zo direct de hele mooie en spannende wedstrijd verwachten tussen Angelique van der Meet en Beatriz Haddad Maia uit Brazilië. Dus het is weer, het lijkt wel een WK, een Nederland-Brazilië wedstrijd. Daarna krijgen we de andere halve finale, heren Boy Westerhof uit Nederland tegen Jason Kubler uit Australië. En daarna is het nog steeds geen WK voetbaltijd voor jullie, dus zitten jullie hier nog en krijgen we de wedstrijd van Van der Velde, Bernice van der Velde en Angelique van der Meet tegen Sven. Wie dubbelen er vanavond tegen de Zeeuwse meiden? Goedemetova en Rodina uit Rusland. Dus wat dat betreft zijn wij een internationaal toernooi. Over internationaal toernooi gesproken, heren. De finale was volledig Nederlands. Goed voor ons om te zien, goed te horen. Schitterende wedstrijd, veel spektakel. De flipperkast was er niks bij. Alleen de ene partij was in twee sets in dit geval iets te sterk voor de andere. De runners-up in dit geval.
Graag een heel hartelijk applaus voor de heer Sels en Van der Honert. Heren, bedankt. Het is altijd jammer als je zo'n goed toernooi draait dat er maar één kan winnen. Ik hoop dat jullie toch wel een lekkere en goede wedstrijd gespeeld hebben. En van namens ons een mooi aandenken. En ja, geniet ook hopelijk van de kleine centjes die er dan nog bij zitten. En succes op de tour voor de rest, heren. En graag tot volgend jaar. Geef ze nog hartelijk applaus. Dank je wel. Goed, ik heb het een beetje vanaf de zijkant kunnen zien. Alleen, ja, het doet me natuurlijk wel deugd als iemand op elk punt fanatiek is, bijna sprintend naar achter gaat. Het is net alsof Thomas Moester weer terug is in het circuit. Maar ja, knap dat je zo verschrikkelijk gedreven kan zijn met alles wat je doet. Dus daar absoluut de complimenten voor. De winnaars, dus het hardste applaus mogelijk, Sander Arends en Niels Lootsma. Heren. Gefeliciteerd. Wij zien elkaar al jaren, hè? Dus jij hebt natuurlijk al een speech voorbereid, klasse. Goed gespeeld, boys. Bedankt voor het spektakel. Van jullie van, ja, ik ben jaloers dat ik geen toptennisser ben. A, dat ik dan niet zoveel publiek heb. En B, dat ik niet zoveel geld verdien. Maar aan de andere kant dat ik ook niet door Esmee gekust word. Dus aan jullie de eer. In de dubbels niet zoveel geld, hè, helaas. Maar de Jesse Hoete Kalouni gisteren, die heeft tot nu toe $200,000 verdiend. Dus wat dat betreft kan het wel. Goed, heren. Nou, ja, ik weet niet wie van jullie nog een klein woordje zou willen richten. Oké. Okay. Nou ja, degene die op de baan het woord voert, tenminste verbaal, die moet het hier dan ook maar doen, zegt meneer Lootsma. Allereerst wil ik onze tegenstanders feliciteren met jullie tweede praat. Ik denk dat jullie op zich in de eerste set meer hadden verdiend. Alleen, gelukkig wisten wij hem net om te draaien. 3-2, het is BPS en dat maakt het eigenlijk wel jammer. Ik hoop dat de ITF een klein beetje meeluistert en dat ze de BPS af gaan schaffen en gewoon de derde set super tiebreak houden als ze graag verkorte wedstrijden willen zien. Verder, natuurlijk de organisatie. Ik denk dat dit een van de weinige toernooien is met zo'n groot vrijwilligersteam. Ik hoor dat ze hier vanochtend vroeg al met de banen bezig zijn om het beter te maken. Ik hoor dat de bar schoon zijn verschillende mensen. Als je bekijkt wie achter de wedstrijdtafel zit, hartstikke fantastisch. Twee mensen even uitgelicht. Sander, als algemeen door toernooidirecteur, dankjewel. En Sven, ik weet niet waar Sven is. Sven. Oké, zit wachten, Sabali. Sven, ook bedankt. En als publiek hoop ik dat jullie allemaal nog even blijven voor de drie fantastisch mooie wedstrijden. En dat jullie de Nederlanders even goed mogen aanmoedigen. En we hopen je volgend jaar weer terug te zijn om de titel te verdedigen. Dankjewel. Klasse, Sander. Veel succes. Ja, zo direct, daar komt hier de wedstrijd, de dames. Angelique van der Meet, eigenlijk voor degene die het niet weet, het toernooi is ontstaan voor de Zeeuwse meiden. De Zeeuwse meiden deden het natuurlijk heel erg goed. Angelique, Leslie, Bernice van der Velde. En toen hebben we gezegd van als trainer van hun vroeger van we willen wat voor jullie doen. Dat jullie lekker in je eigen omgeving kan spelen. Familie in de buurt op de Zeeuwse klei. Vorig jaar stond Angelique in de finale. Heeft ze helaas niet kunnen winnen. Maar die dame waar ze vorig jaar tegen speelde stond ze nu in de eerste ronde. Heeft ze verslagen. Helaas met een walk over. Maar verslagen is verslagen in dit geval. En nu gaat ze het opnemen tegen een Braziliaanse dame. Erg sterk, dus het mag beloofd een schitterende wedstrijd te worden. En als organisatie hopen wij natuurlijk dat ze morgen die zwaar bevochten titel, waar ze al jaren voor knokt, hier naar binnen gaat halen. Het weer is niet tegen, om het zomaar te zeggen, heel de week. En ook vandaag natuurlijk niet, terwijl het slecht afgegeven was. Morgen hebben we de internationale rolstoelfinale om 9:30. Dus voor de vroege vogels die een lekkere kop koffie willen, zijn jullie hier van harte welkom. Dan gaan wij om 12:00 verder met of de heren of de damesfinale, afhankelijk van wie er zo direct wint. En daarna gevolgd tot de laatste finale van 2-4. Uiteraard zo hopen wij vanavond op tijd klaar te zijn voor het WK voetbal, als Angelique en Bernice hun dubbelfinale hebben gespeeld. Dus het zou fijn zijn als jullie er nog bij zijn. Geniet nog even lekker voordat de dames binnenlopen. En nog één keer een heel hartelijk applaus voor het spektakel van de heren. Dankjewel.
Ja.